Nou, in deze pilot is het doel hoogwaardig hergebruik. Dus dat betekent dat ze niet alleen de medicijnresten uit het Aversity effluent willen halen, maar dat ze ook microplastics, bacteriën, virussen eruit willen halen, zodat we uitkomen op een waterkwaliteit die voldoet aan industriewater hier in Noord-Holland, WRK-water. En dat is ook het infiltratiewater ten behoeve van de drinkwaterproductie. Dat wat er in Aversity effluent zit, wordt uiteindelijk teruggevoerd naar het IJsselmeer. En voor PWN is de reden om met dit project mee te doen om ervoor te zorgen dat die bron, dat IJsselmeer, wordt beschermd. Nou, de eerste stap is ozon. Ozon gebruik je om de medicijnresten af te breken. Vervolgens is er een coagulatiestap voor de verwijdering van organische stoffen. En als laatste is er een keramische microfiltratiestap waarbij de bacteriën, virussen, microplastics worden tegengehouden. Nou, je ziet dat van alle deelprocessen een hele goede verwijdering wordt bewerkstelligd van medicijnresten. Ook de bromaatvorming kan goed worden gecontroleerd in lab-experimenten. En we zien met behulp van bioassays dat de toxiciteiteffecten afnemen. Het voordeel van deze pilot is dat we echt inzetten op hoogwaardig hergebruik. Dat kost natuurlijk ook wat energie, die extra zuiveringsstappen, maar dat bespaar je ook weer in andere productieprocessen. En het levert natuurlijk ook weer extra water op.